De angst voor spinnen, hoogte, pleinen of sociale situaties. Het kan verholpen worden in de virtuele wereld. De Haagse Dana Maria is de eerste coach in Nederland die werkt met virtual reality om mensen van hun angsten af te helpen. Met virtual reality kan je namelijk iemand echt laten ervaren wat het is om met die angst in aanraking te komen, terwijl ze in een veilige omgeving zijn. Je hersenen registreren dat alsof het toch echt is. En daardoor ga je in het echte leven ook die ervaring makkelijker aan, waardoor jij steeds makkelijker met die angst om kan gaan en controle krijgt over dat gevoel van die angst. Zo hebben sommige mensen angst voor feestjes. Dana Maria ontwikkelde voor deze specifieke angst de Feestvrees-app, waarin ze coaching geeft om over deze angst voor feestjes heen te komen. Er zijn verschillende scenario's. En een van die scenario's is bijvoorbeeld een rondje waar je in voorstelt. En dan zit je zo'n typisch Nederlands rondje. En dan zit jij daar ook in. Als jij die bril op hebt, lijkt het net alsof je echt in het rondje zit. En dan iedereen komt dan aan de beurt en jij bent als laatste aan de beurt. En dan op een gegeven moment kijkt iedereen jou aan. En als jij die bril op hebt, ja, geeft dat ongemakkelijke gevoel als je vooral als je daar last van hebt, verlegenheid of sociale fobie. Dan kan je dus die mensen daar doorheen leiden, door die vervelende situatie. Echt ook dat die mensen, als ze, want dat is gemaakt met echte beelden, 360 graden camera. En dan worden ze geconfronteerd met die beelden en dan hebben ze echt zoiets van, ja, maar die mensen die kijken echt naar mij, die zijn hier gewoon. Feestvrees, hoogtevrees, angst voor spinnen of vliegangst. Het kan allemaal verholpen worden door middel van virtual reality. Roos Potkolder van GGZ Den Haag deed onderzoek naar deze vorm van therapie. Wat we hebben onderzocht is, wij zien heel veel mensen die bang zijn om naar buiten te gaan, de straat op te gaan. En dan is het heel moeilijk om mensen te vragen als je dat wil gaan oefenen om het meteen in het echt te doen. Dus wat wij hebben gedaan, we hebben een virtuele bus, een virtuele supermarkt, virtuele werelden ontwikkeld. En samen met een therapeut gaat iemand dan exposure doen in die werelden. Wat het nou makkelijker maakt voor mensen om echt met die bus te gaan reizen of echt alleen naar de supermarkt te durven. En wat was de conclusie uiteindelijk van het onderzoek? Wat wij zien is dat mensen ook in het echte leven, want we hebben dat ook in het echte leven gemeten, veel minder achterdochtig zijn, ook veel minder angstig zijn tijdens sociale situaties.